shops eigenlijk, vergeleken met ons. Nee. Hij nakt jou. Out of every fucking possible thing I could get. Ja, hartstikke mooi. Ik sta naar boven. Maar ja, hij nakt jou, Harm, door deze. En hij nakt Milan met die andere. Eén midden. Oh. Drie. Oh my god. Ja, die andere gaat hij niet zo hoger, dat dacht ik al. Ach ja, het enige voordeel is, hij kan niet zo heel veel hiermee. Ik wou dat ik zijn ready cash had, hè. Ja, maar ja. Dan had ik nu al leuke dingen uitgehaald. Ja. Ja, ik kan wel op mezelf gaan landen, maar ja, daar heb ik momenteel even geen klote aan. Ik moet al die shoots hebben. Want ik wil zo meteen en proberen uit te kopen voor één ding. Lol, Milan hoeft dus geen stocks te verkopen omdat hij 3 gold, of omdat hij hier 3 stocks hebt. Leuk, hè? Nee. Ik sta gewoon volgens mij 2 levels achter nu op jullie. Oh, nee. Je had al een keer promotie, hè? Dus ja, je loopt er mij achter. Nou ja, je hebt gezien van de vorige keren, Milan. Mm. Het hoeft nou nog steeds niks te betekenen, zolang je maar goed investeert in je stocks. Ja. Maar ik kom zo langs de bank, maar ik heb alleen geen geld. Kan iemand even op me komen? Mm. Doe het mijn liefde. Alleen, voor de komende paar beurten kan ik niet op jou landen. Back at third place. Ja, ga er maar! Druk eens op A! You, ballen! Nou, kijk, dit is een goed voor. Dit komt er wel precies goed uit, hè, weer. Kijk dan. Ja. Wat mist diep? Kijk lekker de winkel tegen. Godverdomme. Joepie, 18 gold. Let's go. En Milan ook weer 3. Oeh, ik denk al, wat ga jij doen? Oh, zoveel mensen die ongeluk indrukken. Dat is geen 1. Precies de bank ook weer. Weer de bank. Je kan niet eens stocks kopen, want je het geld er niet voor hebt. Dat is op zich interessant, dat hij niet eens de optie geeft van buy stocks, zodat je andere stocks kan verkopen. Nou, dat kan niet, toch? Je kan geen andere stocks verkopen, toch, om stocks te kunnen kopen. Nee, maar normaal niet, als je ergens voor moet betalen, kan je het betalen met stocks. Ja. Dus het is inderdaad raar dat dat niet kan. Ja, invest even in mijn winkel, graag. Ja, dat dacht ik al. Ik heb al het gevoel dat dit niet mijn potje wordt. Ik weet zeker, nou, mijn potje wordt het zeker niet. Ja, ik denk dat dat jouw ding wordt, helemaal links. Wie de mijne? Ja. Ik geef Milan nu gewoon de lead, bijna. Oh nee, wacht. Ik geef Milan nu gewoon toutering voor geld. Mm. Dat is altijd een goed idee. Knop. Tuurlijk! Jongen. Nou, komt mij die even goed uit nu al, early. Als ik daar niet gelijk heb, ben ik klaar. Hoppa. Twee. Nou, 265, 77 of 250. Succes, Milan. Godverdomme. Of 12. Oh ja, of 12, ja, dat kan ook nog. Ja, dat kan ik doen. Maar dan schiet je niks op, want dat spoor heb je. Ja, ja, je kan ervoor hopen dat je op een venture komt. En ja, ik daarmee. Denk het wel doen. Ja, want... ik geef je ook groot gelijk, want je geeft Jordi nog een grotere lead. Ja. Dat is het risico wat je altijd hebt met dit. Mm-hmm. Ja, één stok hier, hoppa, klaar. Probleem opgelost, dek. Een warp of je blad op de knop, ja. Dus ja, voor dit is het voor Milan wel handig als iemand zo meteen weer op landt. Als er nog even iemand op de knop komt. Nou, laat ik zo zeggen, als ik 5 gooi, dan doe ik het. Het is echt niet te geloven. Het is echt niet te geloven. Deze slime, jongen. Wij gaan verliezen van de slime. Mark my words, wij gaan verliezen van de slime. Oh mijn god.
Milan, Mayday. 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 No cap at all. Ja, ik zit gewoon vast, hè. Fucking shit. Ja, je lukt toch niet als slime wint, dus dan moet ik dit even doen. Ladies and gentlemen, here we go, here we go. Of is dit? Ja, je, moet al, je moet compleet belen. Oeh. Oeh. De stockmarket gaat crashen weer. Ja, oh, hartstikke gezellig. Doen we even op een zondagavond. Hop. Ja, doet jezelf maar meer pijn. Ja, totdat iemand op die 1700 komt en dan is het feest. Slime. Dat gunnen we slime, toch? Hey, die betaalt gewoon uit zak. Ja, die kan het gewoon op. Die kan het nog een voordeel ook. Nou, venture. Oké, dat is wel fijn. Freebie? Oh, dan wacht ik. Ja, die freebie heb je al. Wauw. Ja, jammer. Jee! Geld! Dat is voorop. Ja, dat ben je niet goed. Nou, next. Au! Betaal. Nou, mooi. Hartstikke fijn dit. Ik denk, de winnaar staat echt wel vast voor mij. Nou ja, het is ook dat ik gewoon... Ja, zag je dat? Buy shop for 5 times its value. Het is fucking 305. Ja. Ja, wat ga je doen? Ja, ik was even aan het kijken. Want ik hoef links niks meer te doen. Ik moet gewoon wachten tot dat ding draait. Wat doet er? Iedereen wordt naar mij geworpt. Yes! Fuck yeah! Nou ja, dit is op zich wel gunstig voor mij, want dan is er een hele hoge kans dat slime op 1750 landt. Nou, ik ben al lang blij. Ja, jij bent van het ding af. Ja, ik ben van het eiland af. Ik ben blij toe. Ik vind het vaag dat je mij nog niet uitkoopt. Klopt wel, denk ik nog. Nou, Milan, ga je daar. Ik durf het niet hardop te zeggen. Ik gooi even 3 moment. Fucking hell. 3. Even kijken, hard en... 2. Fuck. Het is 215 of 175. Ja, ik moet die kant wel op. Ja, dokken. Zo, deze is pijn. En 4e. Slime gooit 3 wedden. 1. Oké. Ja, hij heeft alles al, hè, dus. Gewoon doet het nog ook. Natuurlijk doe ik het. Het is letterlijk een monopolie op een stuk bij een suit. En kijk eens even, het hele... Ik wil bijna zeggen, het hele noordelijk halfrond heb ik nu. Houston, what the fuck? Oh... Majibus. Oh, ik dacht dat je die van 1700 ging verhogen. Nee. Hou er rekening mee, ik moet nog dingen gaan betalen, hè. Ja, kijk naar mij de vorige keer toen ik ding had. Want jij moet uitkijken, want je hebt ook bijna geen stocks meer. Nee, klopt. Maar nou, kom op, jou... Milan, je kan het. Ik hoef niks kapot om. Oh my god. Oh my god. Jij wordt nu... Eerlijk, hoe gek word je nu, als het niet goed gaat? Ja, geïrriteerd raak ik zeker. Ik moet een 1 gooien. Nee, ik moet een 2 gooien. Harm moet een 1 gooien. En waar is Slime? Slime moet ook een 2 gooien, dus kans is inderdaad aanwezig.
Dank je. Alsjeblieft. 1. 6. Ja, op jezelf landen is inderdaad beter. Het is geen kwestie van goed nadenken. Het is gewoon in jezelf investeren nu. Ik heb gewoon bijna geen shops. Nee. En dat is op zich geinig hoe dan slime zoveel spul heeft. Maar ja, ik heb hem ook flink moeten betalen voor een paar shops. Ja, precies. Dus... Totdat hij een keertje op die 1700 komt en dan is het klaar met zijn feest. Toen stond ik weer, stond ik net aan het tweede. What the fuck? Ja. Hoe raar dit loopt eigenlijk, hè? Ja. Zo. Hoeveel gaat slime krijgen nu? Dat vraag ik me oprecht af. Hij heeft niet heel veel shops. Hij heeft heel veel ready cash, maar dat is het enige wat hij heeft. Jezus, man. Nee, liever dat dan dat ik een 2 gooi. Nee, ik laat voor wat het is. Ik wou dat zeggen. Ik kan even gek als je dat gedaan, heb, weet je dat? Ja, ik heb zoets nodig. Ladies and gentlemen, he almost got it. Ja, kom op de knop, kom op. Ik zal op de knop drukken dan op zijn business. Ja, dat moet wel, anders word ik gewarmd. Als we hier ondergewarmd. Oh, word je dan gek? Dan word ik wel gek, ja. Ik heb dus de eerste keer dat ik 40 gold krijg. Het valt me op dat hij elke keer een leg spike krijgt. Ja. Invest at capital any of your shops. Het mooiste zal zijn als je capital kan investeren in... met het geld van de bank. Dat zijn de leukste dingen. Natuurlijk zit er wel een cap op, maar... Maar ja, kijk, slime heeft heel veel ready cash en heel veel dingen, maar ja... Wat heeft hij? Maar 3 shops? 4 shops? Sta eerste nu weer, what the fuck? Hij heeft 5 shops. Speel ik het nou slim, speel ik het nou dom? Ik vind het bij mij altijd zo lastig. In deze situatie speel je heel slim met je stocks. Top. Ja. God, wat een pijn doet het jou. Nou, eigenlijk is het wel pijn. Ik heb wel aardig wat ready cash. Ready cash op, dus. Ja, ik wou het zeggen, zoveel stocks heb ik ook niet meer. Ladies and gentlemen, he still didn't get it. Dat is echt niet te geloven. Dit is echt een kutbootje voor Milan, zeg. Jezus. Echt niet te geloven. Ja, je spruist nog meer dingen op. Ja, boeit mij het wat, hatsa. Ja, die van mij zijn ook uiteindelijk niet zo heel fantastisch om op te landen, hoor. Als iemand er ooit op landt. Tuurlijk, jezus. Ja hoor, wat is dit? Dit is echt niet te geloven, dit. Nee. Fuck. Ja, ja. Min 1. Ladies and gentlemen, he finally got it. Ik gooi ook zo weinig leuke keren. Ja. Ja, en dan land je zo meteen op blauw van dingetje. Oh, waarom? Gun my even. God. Gun even een ander op die 1800. Ja, je bent lekker. Ja, het mooiste wel was... We zijn wel op tijd voor het Nederlands elftal. Ja. Ja, precies, ja. Dus, Ja, eindelijk iemand landt op mijn shop. Alleen de verkeerde, want de rest heb ik allemaal al zo wat geld in geduwd en deze 2 niet. Dat is kut. Ik snap alleen niet waarom hij deze heeft gekozen. Ja, hij moet nog wel boven. Ja, precies. Ach, jezus Christus. Ja, ik kan naar rechts, hè, dus. Ach, fuck hell. Nee, Milan, gooi even zo'n klaver, dan kan ik ook door. Auw. Heb je nog stocks? Ja. Yeah. Hij heeft nog stocks. Jezus. Oh ja, genoeg. Dat is mooi, hij heeft gewoon hele dure stocks op dit moment, dus dat scheelt al een heleboel. Ja, jij denkt dat ik door boven ga. Ja, dat denk ik heel erg, ja. Ik moest naar boven! Ja. Fuck! Heeft die flikker nou bijna weer een promotie? Ja. Ja. Nou, hij mist alleen nog een klaver.
Daarom zeg ik, wij gaan van sluit verliezen. Ja, terwijl... We verliezen van iemand die bijna geen shops heeft. Leg me die even uit. Omdat ik gewoon te veel reliquies heb. God, waar zal die toch heen gaan? Slurpatroon hebben we het niet gehad, hè? Nee, Dart of Gold. Oké, ogen gaan dicht. Eindelijk Mario muziek! Wedden, ik gooi op slime. Maakt niet uit wat ik nu gooi. Ja. Ja, slime. Slime. 100% slime. Mag een keer op mij? Godverdomme. Mijn fucking god! Mijn ogen waren dicht. Yo! Ik mik niet eens. Yo! Wat is dit? Deze game is rigged. I call rigged. Oh ja. Ja, je moet onderlangs. Ja, joh, waar zou je heen gaan? Godverdomme, had ik die shop maar. Weet je wat ergens is? Hij kan ieder van onze shops gewoon uitkopen. Die slime. Ja. Yep. Is hij niet goed? Ja, ik zal het ook niet doen, want je bent er nog niet. Ja, nu moet je alleen nog Milan overkopen. Ja, ik moet wat gaan doen. Ja, nee, ik weet waarom je het doet. Ja, anders ga ik het nooit redden. Nee. Ik wil nog een kans maken. Klopt, ja. Hey, zoet jezelf. Komt er goed uit nu? Dat komt inderdaad nu goed uit, ja. Ja, dat ook nog stoks. Ja, je had nog wat stoks. Ja, scheelt. Ik dacht, ik was heel dat ik die ding... Zo, komt deze even lekker uit nu? Dus eigenlijk heb ik heel slim geweest nu. Jezus, dit is toch niet normaal. Oké, okay, je loopt 3 promoties. Ik ben level hem. 2, hè? Ja. Holy smokes. Wat is deze man aan het doen? Oh mijn god. Oh mijn god. Oh nou, my. Dit is positief voor mij. Ja, niet voor mij. Nou ja, dit dan weer wel. Warp. Bang, 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 bang. Hij stond elke... Oh my god. Je bent... Eh? Jezus, man. Hé, hey, waarom moet ik geld betalen? Ik kreeg het geld, dus 11 gold keer wat ik gooide voor iedere speler. Oké. Okay. Ja, niet, maar alsof het je uitmaakt, Milo. Je bent er, eindelijk. Ja. Je krijgt ook wel wat geld, denk ik, hoor. Niet veel, maar je krijgt wel wat. Nou, best dat is inderdaad mooi. Kan ik weer stokjes kopen? Het is in... Alleen waar ga ik stok kopen, is de vraag. Ja. Tip die we nog mee moeten geven. Ja. Het beste is om stok te kopen waar Monopoly is. Ja, dat dacht ik ook. En dan denk ik deze. Ja, dat is Monopoly en is nog aardig laag. Dus als iemand namelijk daar landt, dan krijg jij extra veel geld. Ja. Omdat het een Monopoly is. Alleen ik ga niet al mijn geld denk ik erin stoppen, want dat is misschien niet heel slim. Nee. Ik zie Het is... Harm, jij en ik hebben beide heel veel Fortune Street video's gekeken, hè? Ik heb nog nooit slime of iemand zien winnen op deze manier. Ik ook niet. Van, ik heb niks. Ik heb maar een paar shops en toch win ik. Yep. Oh, thank god. Geef me geld, alsjeblieft. Ik zal geld... Oh, ja, dat is mooi. Ja, als ik zo meteen gewoon een paypakket heb, dan ga ik gewoon de slimewinkels proberen uit te kopen. Ja, 2,65. Ja. Ja. Au! Doorbetalen. Daar ben ik heel erg blij mee. Ja, nou, ik ook wel. Ja, een beetje dat is dus het voordeel dat je Monopoly daar hebt. Mm-hmm. Dat je daar nu net socks hebt gekocht, Milan. Dat is fantastisch. Mm-hmm. Hoe erg wordt dit? Jezus Christus. Wat? Hou er ook even rekening mee. 1. Ik ben zit nog op dit eiland.
Oh, je twee, hebt wel geen socks. Dat, en drie, ik moet jou ook nog een keer gaan betalen voor die laatste shop die daar staat. Yep. Volgens mij heb ik een van de beste onderhandelingen. Nou, Milan, hoe graag wil je voetbal kijken? Ja. Dat ding van, oké, hoe graag willen jullie voetbal kijken? Ik kan lachen weer. Nou, dankjewel. Knappie, dat is niet zo positief voor mij. Nee, ik kon toch nog niet naar het stuk toe. Want als nee, maar dat was geld voor mij. Als jij daarop blijft, dan is dat geld voor mij. Ja, klopt, ja. Nou, nu hoop ik dat ik even normaal gooi en er ook af kan. En dan... Ja, mooi. Oh god, dat bijna een rij, gek. Oeh. Pick a ja, shop. Ik heb geen keuze. Ik moest er een verkopen. Ik kon geen ja of geen nee op antwoorden. Het is gewoon verkoop maar een shop. Ja, leuk. Ik hoorde dat de Bertie voor niet doen. Nee. Nee, dat zat er jammer genoeg niet in, Milan. Luip krijgt nog 3 gold. Godverdomme, alsof hij genoeg geld hebt, die boef. Ja. Hij heeft geen... De 2 shops die hij heeft, kan hij niet eens doen. Tondra. Wat ga je proberen voor elkaar te krijgen? Ja, ik wil best die shop rechtsonder voor je verkopen hoor, geen probleem. Hij creëert hiermee een monopolie, Milan. Denk erover na. Ja, ik zit al te kijken. Dus, en dat is 2,20, dat gaan we niet doen. Als je dat wil doen, dan ik kan ook een handje! Nee, dat gaan we niet doen. Je wordt gewoon genaaid met... Nee. Nee, we gaan het niet doen. We willen gewoon eigenlijk... Oké, zet even een eentje voor die 5 nu, 6. En dan is het goed. Het is of fucking slim van me, of fucking dom. Nou ja, komen we snel. Ik denk het laatste. Nou, ik moet hier nog uitkomen, dus misschien pak je nog iets hiervan, wie weet. Daarom. Nou, dan zijn alle stocks daarin. En je had nog ergens heel... Ja, je had in die 105 nog heel veel stocks. Ja. Wat ik zeg, het kan of fucking slim zijn, of fucking dom. Mm-hmm. Maar ik moet wat, ik wil ook in de game zijn nog. Iedereen wil winnen natuurlijk. Maar altijd hier vastslaan. Ja. Oh klopt. My god. Nou, welke is het? Nou, Milan. Nee, is niet goed voor mij. Dat is voor. Voor mij wel! Voor dinsdag. Lekker hoor! Kom maar door! Ja. Oh. Fuck yeah! Oh, heerlijk, een Monopoly hebben. Oh, wat een dikheid ben ik ook. Wat ga jij doen? Oh, ik wist het. Want hij maakt niet uit. Hij maakt op zich nou niet uit. Milan, voordat je verder gaat, je kan beter gewoon bij de CPU op 160 inzetten. Oh, ja. Want dan gaat hij, of tenminste, op een prijs. En dan gaat hij vanzelf waarschijnlijk iets doen. Adjusten. Ja. Ja, dat bedoel ik. Gewoon doen. Ja. 483 is nog te doen. Als het 700 had ik, was geweest, had ik gezegd oh, niet dit doen. Gebied wordt fuck. Ja. Meer fuck the fucker. Maar jij krijgt wel weer meer geld zo meteen, als het goed is. Ja. Als het goed is wel, ja. Want dus... Zometeen wint Harm, omdat jij dit hebt gedaan. Ja. Bij shops, dan die laatste. Want nu heb je nog ruimte en dan kan je nog dit stuk door. Daarom. Ik ben alleen heel benieuwd hoeveel je hiervoor gaat vragen. Ik zou het wel doen. We geven slime wel een tering grote lead, hè? Dat weten jullie nu.
Ja, maar ja... We vergeten allemaal wat slime aan het doen is. Ja, één verschil zo meteen kan slime niks. Dus dan moet hij altijd geld gaan gebruiken. En na verloop van tijd is dat geld op. Het gebied is echt hell on earth. Mm-hmm. Nu. Nou, Milan, ik heb zo meteen maar één verzoek. Pompen, pompen, pompen. Pompen, pompen. Ja, dan moet je nog rollen. Dat is toch het ergste. Ja. Dan moet je nog rollen. Nou... Nee. Ja, arcade. Ja, en dan precies iets pakken waardoor hij geld krijgt. Nee. Slurpdrome. Oh, allemaal. Dat is een gok, ja. Waarom moet ik me altijd een van de laatste die mag kiezen? Het wordt de volgorde van, ja, van welke turn het is. Oh. Niks speciaals? Nee, dat is allemaal gold. Fuck, ik ben de lul. Oh mijn god. Nou, wie krijgt... Ja. Wow, Milan! Wow! Net aan het einde. Zo, lekker. Nou ja, ik kreeg nog aardig wat geld, dus dat is mooi. Hoeveel krijg je? Vijf keer. Hoeveel krijg je? 300. 300. 80, ik krijg 60, 40 en 20. Nice. Afsluiten is dat gewoon al het hand toeveel geld. Nou, nu hoef je ook niet meer terug te betalen. Dat scheelt. Je kan hem laten draaien. Of je kan erop landen. Ja, opworpen. Draaien of landen. En dit is gewoon op slime landen. Het is wat je wil. Weet je hoe lastig het is? Snap je mij dat ik het lastig vind? Ja, ik snap wat ik dit lastig vind. Ik geef even het argument van... Oké, hoe graag wil je... voetbal kijken. Ik wil winnen. Ja. Ik moet en ik zal winnen. Ja, nee, ik snap hem. Ja, maar dit gaat slime toch nooit lang volhouden? Want die moet toch elke keer overal betalen? Ja, precies. Uit twee shops maar. Ja. Ik denk dat het heel slim is geweest wat ik gedaan heb. Denk ik. Ja, ik ben blij dat ik nog even je dorp laten bieden. Hey. Je kan het doen, hè, want je hebt de stoks ervoor. Ja, je helpt Harm. Ik help Harm echt giga erg. Maar, dat is leuk, maar, ja. Maar aan de andere kant, als ik erop land, dan ben je echt binnen, hè? Oh, oh, oh. Als ik erop land, is het klaar. Dan is het tijd voor... Kijk hoeveel geld ik jou geef. Dan is het tijd voor voetbal. Dan is het tijd voor voetbal. Als ik nu 3 gooi, is het klaar. Want ik ben al aan de beurt, hè? Ja. Fuck my life. Als ik nu 3 gooi, ben ik gewoon klaar.